Verschillende scholen hebben de Nationale Voorleesdag gevierd met bezoek van bijzondere en bekende Surinamers. Op de Rietveldschool hebben artiesten en bijzondere Surinamers de kinderen voorgelezen. De leiding van de school vindt dat kinderen door deze voorleesdag gestimuleerd worden om meer te lezen. Lezen levert namelijk een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling. Heliant Redan vertelde de kinderen waarom zij van lezen houdt en vroeg hun als zij ook van lezen houden. Dus ik hoef niet te onthouden wat er precies in dat boek staat. Maar ik wil wel een boodschap uit dat verhaal halen. Ja toch? Want wat doen we met boodschappen? We gebruiken het. Hoe? Gebruiken. Ik heb gelezen. Juist. Wat ik heb gelezen, die boodschap. Het is iets dat belangrijk is. Iets wat ik uit kan leren. Iets wat ik kan gaan doen. En als ik iets doe, wil ik altijd beter worden. Ik ben de jongen, ja, die jaren van de kerk. Van de kerk, maar wat doe ik van mezelf? Ik ben de jongen, ja, die jongen van de kerk. En de jongen van de kerk. Ik bid en ik weet dat het werkt. Asghar Koster, die na het voorlezen samen met een paar leerlingen een stukje uit een van zijn liederen zong. Minister John de Goyo van Sport en Jeugdzaken heeft voorgelezen op de Taberschool te Pontbuiten en de Sint-Gerardenschool te Albina. Hierna hadden de kinderen de gelegenheid minister de Goyo vragen te stellen.